open your Bibles to the book of 1 Corinthians chapter number 3. En u mag uw Bijbel openslaan naar het boek van 1 Corinthians hoofdstuk 3. And I, brethren, could not speak unto you as spiritual. Say spiritual. Zeg geestelijk. Say spiritual. Zeg geestelijk. In other words, we are spiritual people. Say met I'm spiritual. Andere woorden, we zijn geestelijke wezens. Say I'm not carnal. Ik ben niet vleeselijk. Say I'm spiritual. Maar geestelijk. Say I am spiritual. Zeg ik ben geestelijk. Say I am spiritual. Zeg ik ben geestelijk. Hallelujah. And the Bible went further to say. En de Bijbel gaat verder door te zeggen. I'm still in the text. Ik ben nog steeds in diezelfde tekst. But as unto Ghana, Sakikos, even as unto babes in Christ. Today I want to push it a little bit further. En vandaag wil ik het een beetje verder pushen. So that we deal a little bit with babes in Christ. Say babes in Christ. Zodat we een beetje jonge kinderen in Christus kunnen behandelen. The Living Bible says. De levende Living Bible zegt. Thank you, Jesus. Dear brothers, I have been talking to you as though you were still just babies in the Christian life, who are not following the Lord, but your own desires. I cannot talk to you as I would to healthy Christians who are filled with the Spirit. Hallelujah. And the Bible went further and said, continue. Laten we verder gaan. I have had to feed you with milk and not with solid food because you could not digest anything stronger. And even now you still have to be fed on milk. Say milk. Zeg melk. Hallelujah. Go back to King James. En we gaan terug naar de King James. So we learned last time that. Dus we hebben vorige keer geleerd. One of the reason why. Dat een van de redenen waarom. Sometimes you don't really talk to people the way you want to talk to them. U soms niet echt op mensen kan spreken zoals u dat zou willen. Is because they try to reason everything. Is omdat ze alles maar proberen te beredeneren. Now, why do people reason a lot of things? Nu, waarom redeneren mensen veel dingen? Does that mean that when you are born again, you don't need to use your mind? Betekent dat als je wederom geboren bent dat je niet meer je verstand moet gebruiken? Nee. God gave it to you. God heeft het wel u gegeven. Your natural five senses. Uw natuurlijke vijf zintuigen. God gave it to you. Die heeft God u gegeven. But when you check our spiritual walk. Maar als je kijkt in onze geestelijke wandel. The Bible says we walk by faith. Dan zegt de Bijbel, we wandelen door geloof. And not by. En niet door aanschouwen. And not by sight. En niet door aanschouwen. So now the Bible said. Dus nu zegt de Bijbel. The Bible is saying. De Bijbel zegt. Even as unto babes in Christ. Who are babes in Christ? Wie zijn babies in Christus? That word babes. Dat woord babes, babies. Is a word called nepios. Is een woord wat genoemd wordt nepios. Remember, this is fundament. En onthoud, dit is fundament. Nepios. Nepios. It means. Dit betekent. Not able to express yourself spiritually. Niet om u geestelijk te kunnen uitdrukken. That means you lack understanding in spiritual things. Dat betekent dus dat u gebrek aan inzicht heeft als het gaat om geestelijke dingen. You are immature spiritually. Je bent geestelijk onvolwassen. You are childish. Je bent kinderachtig. So, in the physical, dus in het fysieke you may look so grown. Kan je er heel erg volwassen uitzien. 50, years. 50 jaar oud, 60, years. 60 jaar oud. But in the spirit, maar in de geest you are a babe. Bent u een baby.
Babies, they are unlearned in spiritual things. Ongeleerd in geestelijke dingen. They still need to be taught. Er moet ze nog onderwezen worden. And there is a way to teach them. En er is ook een manier hoe je ze onderwijst. Do you get what I'm saying? Begrijpt u wat ik zeg? They are unlearned. Ze zijn ongeleerd. Say unlearned. Zeg ongeleerd. Like how Paul Net was praying. Paulus bad. Paul was talking about tongues in the book of 1 Corinthians chapter 14 verse 16. En Paulus had over tongen in 1 Corinthians 14 verse 16. Get them for me. Laten we daar naartoe gaan. Vers 16, 20-24. Else, when thou shalt bless with thy spirit, how shall he that occupy the room of the unlearned? Now, the unlearned here are not unbelievers, are Christians that are not mature in spiritual things. The Bible call them idiotos. They are idiots. That's how the Bible look at them. Idiots means they are illiterate. They are spiritual illiterate. En ze zijn dus geestelijk ongeleerd en geestelijk dus niet ontwikkeld, niet geleerd. Are you getting this? They are spiritual illiterate. Het zijn geestelijke ongeleerden. So they don't. Yes, you are born again. Ja, je bent wedergeboren. But you don't know anything yet. Maar je weet eigenlijk nog helemaal niets. So sometimes it's amazing. Dus soms is het verbazingwekkend. How somebody that is just born again. Hoe iemand die net wederom geboren is. Begin to think they know. Begint te denken dat ze het wel weten. Even when you advise them, zelfs als u ze adviseert, they think, denken ze they know better. Dat ze het wel beter weten. They reason everything. Want ze beredeneren alles. Are you getting this? Begrijpt u dit? The Bible say online. De Bijbel zegt ongeleerd. In vers 23, in vers 23 you will see this same word. Zul je weer ditzelfde woord tegenkomen. You will see the same word. U zult hetzelfde woord tegenkomen. If therefore the whole church be come together into one place and all speak with tongues and they come in those that are unlearned. So unlearned means they are spiritual. Yes. You are born again, but you are unlearned because you are still a spiritual illiterate. You are a baby. You don't understand how spirit the pneumaticals operate. So every time they must relate to you, they must talk to you like a natural man. Are you getting it? Though you are a superhuman being, they must always talk to you in a way that it will make sense. En dus een baby is iemand die dus niet geleerd is in geestelijke zaken. En dus, als u geestelijke dingen dus niet begrijpt, dan moet u dus onderwezen worden op een natuurlijke manier. Want u begrijpt het geestelijke, het pneumaticus, begrijpt u dan niet. Dus er moeten natuurlijke voorbeelden genomen worden om u te kunnen laten begrijpen wat er geestelijk gecommuniceerd wordt. They are unskillful. Want ze zijn onvaardig. In the doctrine of righteousness. In de leer van rechtvaardigheid. These are people that always feel guilty about everything. En dit zijn de mensen die zich altijd schuldig over and van alles voelen. They tell God they are sorry, they are still guilty. En zelfs als ze tegen God zeggen dat ze spijt, dan voelen ze zich nog steeds Because schuldig. They believe if I tell God 10 times that I'm sorry. Omdat ze geloven dat als ze 10 keer tegen God zeggen dat ze spijt, then they are really sorry. Dat het dan ze echt pas spijt. But watch this. Maar kijk dit. We live by faith. We leven door geloof. When you tell God you are sorry, als je tegen God zegt dat je spijt, believe. Dan moet je er dus op vertrouwen it is done. Dat het dus gedaan is. And you must do it by faith. En u moet dit doen door geloof. Are you getting this? Begrijpt u dit? So, they are inexperienced. Dus ze zijn onervaren. Inexperienced. Onervaren. Ignorant. Onwetend. Uneducated. Ongeschoold. In spiritual affairs. In geestelijke zaken. Inexperienced, in onervaren, ignorant, onwetend, uneducated, ongeschoold, in spiritual matters, in geestelijke dingen. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? So, these people, dus deze mensen, when you are relating to them, als je met ze praat, you must always talk to them. Moet je altijd met ze praten. In a way, op een manier that it will make sense. Dat het logisch is.
That means you always step to their level. En dat betekent dus dat je altijd naar hun niveau toe moet when stappen. You are that kind of a believer, als je zo'n soort gelovige bent. That everything must make sense. Dat alles voor jou logisch moet zijn. When they communicate to you. Als ze met u communiceren. Spiritual things. Geestelijke dingen. You are a babe. Dan bent u dus een baby. It has nothing to do with age. Want dat heeft niets te maken met leeftijd. You are just a baby. Dan bent u gewoon een baby. Are you getting this? Begrijpt u dit? The Bible said something about these people. De Bijbel zegt iets over deze mensen. In Romans chapter 2. In Romeinen hoofdstuk 2. Vers 20. Paul was addressing the teachers of the law that were teaching other people. And he said, an instructor of the foolish. En Paulus instrueerde daar de mensen die dus, zeg maar, de mensen van de wet onderwezen. En hij noemde ze onverstandig. They were teaching others. Want ze leerden daar, ze onderwezen de anderen. He said, an instructor of the foolish. Hij zegt, een leermeester van de onverstandigen. A teacher of babes. Een onderwijzer van baby's. Which has the form of knowledge. Die wel een vorm van kennis bezit. You have your Bible, you don't need to translate that. It has a form of knowledge. So it looks like it is knowledge, but it is foolishness. En het lijkt dus op kennis, maar het is dus eigenlijk dwaasheid. Are you getting it? Begrijpt u dit? They act as if what they are communicating is knowledge, but it is foolishness. En ze doen alsof dat wat ze communiceren kennis is, maar het is eigenlijk dwaasheid. What is that? Wat is dat? Because they are teaching. Omdat ze onderwijzen. Must always. Hun onderwijzing moet altijd. Minister to the flesh. Spreken tot het vlees. It's always outward. En het is altijd van buitenaf dus. Why must people fall under the power? Waarom moeten mensen per se onder de kracht vallen? Why do they pray so loud? Waarom wordt er zo hard gebeden? They want to reason everything. Ze willen alles maar beredeneren. And then they say, sometimes you see, you go to a service, they say the power of God is here, and people begin to fall. Then they say maybe they hypnotize them. They want to reason every spiritual business. En dan zeggen ze als ze in een dienst komen en iedereen die valt daar onder de kracht. Dan zeggen ze, ja, waarom moeten mensen daar onder de kracht vallen? Maar ze willen dus elk geestelijk iets, willen ze beredeneren. Those are the people that go about saying that the days of miracles is past. En dat zijn ook mensen die zeggen dat de dagen van wonderen voorbij zijn. And they explain to you why certain things should not be in church anymore. En dan leggen ze aan u uit waarom bepaalde dingen niet meer in de kerk horen te zijn. Why must they speak in tongues in church? Waarom moet er gesproken worden in tongen in de kerk? The Bible says speak one and two and let the other interpret. En de Bijbel zegt spreek beide en laat de andere dit interpreteren. But let me explain that text to you. Maar laat me die tekst aan u Let's uitleggen. Go to 1 Corinthians. Laten we naar 1 Corinthiërs toe gaan. 1 Corinthians 1 Corinthiërs 14. Vers 23. If therefore the whole church become together into one place and all speak in tongues, and there come in those that are unlearned, they are born again. Ze zijn wedergeboren. But they are babies. Maar het zijn baby's. So you must always say things to them that make sense. Dus but altijd... it is not necessary. En je moet dus altijd dingen tegen ze zeggen die logisch klinken, maar dat ze eigenlijk hoort het helemaal niet nodig te zijn. That means if we are mature. En dat betekent als je volwassen bent. We come together, we blow in tongues. En we komen samen en we gaan in tongen spreken. Nobody will be disturbed. Dat niemand daardoor gestoord wordt. But you always need to explain yourself. Maar je moet jezelf altijd uitleggen. Because you are dealing with the unlearned. Omdat je te maken met de ongeleerden. Idiotos. En idioten. Unbelievers. En of ongelovigen. Those are babes. En dat zijn dus baby's. So you don't really enjoy your prayer that you want to pray. Dus eigenlijk kun je dan niet echt bidden zoals je wil. Dan moet je dus ergens gaan stoppen.
Now the Lord is saying, but you see, you can enjoy yourself praying alone. You move from one dimension to another. You see visions. You understand what is going on. You are talking. You are dealing with things. White people are sitting there, oh, you are there just dealing with this. I deal with this person right now. I bind this thing right now. In short, prayer is supposed to be something enjoyable. En dan zit je in je eentje te binnen. En dan kan je echt lekker gewoon in andere dimensies gaan en dergelijke. En dan geniet je dan van. Maar ja, dat is dus dat als gebed dus niet vervelend voor je is. Als je het niet saai vindt. So it's because of these two group of people. Dus het is vanwege deze twee groepen mensen. The unlearned, de ongeleerden. And the unbeliever, en de ongelovigen. That we have to even interpret. Dat we zelfs het moeten interpreteren. Can you see it? Kunt u het zien? But you are there dealing with a mature. Maar als je te maken hebt met een volwassene. People are just praying in tongues. Dan bidden mensen gewoon in tongen. God himself. En God zelf can dan give you an interpretation. Kan u de interpretatie geven. It is simple to interpret tongues. Het is namelijk simpel om tongen te interpreteren. Very simple. Heel simpel. That is another day. Dat zullen we een andere dag behandelen. I'm not talking about tongues here. Ik heb het niet nu so over tongen. Dus laten we teruggaan. Let's go back to our text. Laten we teruggaan naar onze tekst. 1 Corinthians 3. 1 Corinthians 3. Somebody read it for me. Iemand leest het voor me. 1 Corinthians 3. 1 Corinthians 3. We are not in 2. Somebody read it for me. We verse 1. Zijn niet in 2. Iemand leest voor me vers 1. Maar broeders en zusters, ik kon niet tegen jullie spreken als tegen mensen die Gods geest in zich hebben. Want ook al geloven jullie, toch denken jullie nog op de manier van de ongelovige mensen. Dus als de mensen die Gods geest niet hebben, jullie zijn nog steeds baby's in het geloof. Aha. Mm-hmm. Ik heb jullie heel eenvoudig dingen over God geleerd. Net zoals je aan baby's melk moet geven en geen vast voedsel. Oké, so you see, Paul went further. Dus Paulus ging door. Paul went further. Paulus ging verder. And he said. En die zegt. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat. I have fed you with milk and not with meat. That is something that we are about to crack down today. I have fed you with milk and not with meat. Ik heb u gevoed met melk en niet met vlees. Says, en de Bijbel zegt. So in other words, babies, you give them milk. Dus baby's geef je and melk. And not with meat. For ye total, ye were not able to bear it, neither yet, now are ye able, for ye are yet carnal, for ye are yet carnal. Het was nog vleeslijk. For whereas there's among you envy and strife. So when you meet a surface Christian, dus als je een oppervlakkige Christen ontmoet, you will always see them fighting. Dan zul je ze altijd zien vechten. Moving in jealousy. En dat ze jaloezie hebben. Gossiping. Of dat ze roddelen. Always trying to be somebody else. En altijd iemand anders willen ze proberen they don't te zijn. Even know who they are. Ze weten niet eens wie ze zelf zijn. Are you getting this? Begrijpt u dit? So, the Bible says these ones. Dus de Bijbel zegt deze. They are babes. Die zijn baby's. So, Paul also acknowledged the fact that when I was a child. Dus Paulus erkende ook het feit dat toen hij een kind was, I spoke as a dat child. Hij sprak als kind. Halleluja. And then the same Bible says in the book of Galatians chapter 4. En dan zegt diezelfde Bijbel verse 1, van Galaten 4 vers 1. Chapter 4 verse 1. Hoofdstuk 4 vers 1. Galatians chapter 4 verse 1. Galaten hoofdstuk 4 vers 1. Galatians 4 verse 1. I hope Galaten everybody's having the Bible in church. Heeft iedereen zijn Bijbel bij zich in de kerk? So open your Bibles. Dus open je Bijbel. Now I say,
Now I say that the heir, as long he is a child, differeth nothing from a servant. So listen to me. Dus luister naar mij. The baby is a heir. Is een slaaf. Is een erfgenaam. But because. Maar omdat. He still thinks. Hij nog steeds denkt. Like a child. Als een kind. Is ignorant. Dan is hij dus onwetend. Of what is. Van wat er. Of what belongs to him or her. Hem of haar toebehoort. In the spirit. In de geest. He is like a slave. Is hij dan als een slaaf. And when you see slaves, en als je slaven ziet, they are always under command. Dan staan ze altijd onder bevel. They don't know left to right. Ze weten hun links van rechts niet. They don't even know what their master is about. Kortom, ze weten niet wat hun meester gaat doen, wat of wat hij doet. They are slaves. Zij zijn slaven. Are you getting this? Begrijpt u? There's somebody slaves. Zeg tegen iemand slaven. Say slaves. Zeg slaven. And the Bible says in verse 3. En de Bijbel zegt in vers 3. Verse 3, he says, zegt, but is under tutors. This baby is under tutors. It's the same thing that Paul was saying in the book of Romans, chapter number 2. Hetzelfde wat wordt gezegd in Romeinen 2. Leraren van baby's. Are you getting this? Begrijpt u dit? Is under tutors and governors. So somebody is there to guide them. Dus iemand moet ze begeleiden. Until the time appointed of the father. Even so, we, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. That means babes are influenced by worldly business. En dat betekent dus dat een baby beïnvloed wordt door wereldse zaken. They are too carnal in the way they think. Ze zijn te vleeselijk in de manier hoe ze denken. They are worldly in the way they are wired. Ze zijn heel werelds in de manier hoe ze gemaakt zijn. They go about lying. Want ze liegen. They are not honest. Ze zijn niet eerlijk. They are not transparent. Ze zijn niet transparant. Are you getting this? Begrijpt u dit? So, the Bible spoke about the babes. En de Bijbel heeft het dus over de baby's. Now when you are dealing with babies, en als je met baby's te maken hebt, you must really care for them. Moet je ook echt zorg voor ze dragen. And love them. En je moet ze ook echt lief hebben. They demand a lot. Want er wordt veel gevraagd dan van a ze. A lot of attention. Ze vergen veel aandacht. As a baby, en als baby, they do many things, doen ze heel veel dingen that are wrong, die verkeerd zijn. But in their eyes, maar in hun eigen ogen, they think they are right. Denken ze dat ze gelijk hebben. They do many things that one day when they grow up, ze doen heel veel dingen dat als ze op een dag opgroeien, they will ask themselves, dat ze zichzelf dan afvragen, why did I even act like that? Waarom heb ik me zo gedragen? So what do you do with babies? Dus wat doe je met baby's? You give them milk. Die geef je melk. You give them. Die geef je melk. Now, when any child is born into the world. En wanneer een kind wordt geboren in de wereld. That is the first food. Dan is dat het eerste eten. They receive. Wat ze krijgen. The word milk there means gala. En het woord melk daar betekent gala. Are you getting this? Begrijpt u dit? So babies, dus baby's. They need milk. Die hebben melk nodig. There's somebody milk. Zeg tegen iemand melk. 1 Peter. Somewhere. We gaan ergens. 1 Peter chapter number 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. The Bible says, as newborn babies desire the sincere milk. And then Paul said, I fed you with. Gevoed met melk. Now there is a difference between. Er is een verschil tussen melk en vlees. Milk. Melk. Comes from somebody that is living. Komt van iemand die levend is. Not dead. Dood. When Paul. Wanneer Paulus. Was addressing. Adresseerde. The teachers. Hij sprak tegen de leraren. In the book of Romans chapter 2 verse 20. In het boek van Romeinen hoofdstuk 2 vers 20.
He was telling them, zei hij tegen hun. You yourself, u zelf. You are dead. U bent dood. You have a form of knowledge. U heeft wel een vorm van kennis. A form of knowledge. Een vorm van kennis. At instructors of the foolish. En hij heeft het eigenlijk over instructeurs van de dwazen. Teacher of babes. Leermeester van baby's. Wisdom of knowledge. A form of genosis. A form. Die een vorm hebben van genosis, kennis. For example. Bijvoorbeeld. Second, for you to understand, 2 Timothy 3 verse 5 says, having a form of godliness, but deny the power thereof. En een vorm van goddelijkheid hebben, maar ontkennende de kracht daarvan. A form. Een vorm daarvan. It's like you are righteous. Het is net als dat je rechtvaardig bent. But you deny everything that has to do with the supernatural. Maar je ontkent alles wat te maken heeft met het bovennatuurlijke. So the doctrine that you are teaching people must always make sense. Dus de leer die je mensen onderwijst moet altijd logisch zijn. Then Paul. En toen zei Paulus, ik heb u met melk gevoed. So what kind of food is that? Dus wat voor soort voedsel is dat? Any person that is teaching babes, elke persoon die baby's onderwijst, must first of all be so spiritually alive. Moet allereerst heel geestelijk levend zijn. You must be spiritually alive. U moet geestelijk levend zijn. So that what you are giving to them, zodat wat u ze geeft, helps them to grow. Ze helpt om te groeien. It doesn't help them to stay in the same place. En ze dus niet helpt om op hetzelfde punt te blijven. It's like a woman is sick. Het is net als een vrouw ziek is. She gave birth to a child. Ze heeft geboorte gegeven. One of the things that the doctors will say. En een van de dingen die de dokters zeggen. Maybe it's not good for you to give this child breast milk. Misschien is het niet goed. Is that so, mama? Om deze kinderen borstmelk te geven. Because they believe. Omdat ze geloven. The breast milk is contaminated. Dat die borstmelk dan besmet is. So you are not even healthy. Dus dan bent u niet eens gezond. You cannot feed the child. En u kunt dat kind dan dus niet voeden. Because you will destroy the child. Want anders vernietig je het And kind. That is what is happening in church. En dat is precies wel wat er is gebeurd in de kerk. That is helping the baby. Soms de persoon die de baby helpt, is, also a baby. Is zelf ook nog een baby. You are also spiritually dead. U bent ook geestelijk dood. So you see somebody have stayed in church for 5 years. Dus je ziet iemand die al 5 jaar in de kerk is. It's not growing. Dat hij niet groeit. You don't know anything. En je weet helemaal niets. But you even think you know. Maar je denkt wel dat je het weet. Then you encounter. En dan ontmoet je that is alive. Een christen die wel levend the is. Christian is not even mature. En die christen is niet eens volwassen. If you look at something in the natural, en als je kijkt iets in het natuurlijke. You will see babies from different homes. Zul je baby's uit verschillende huizen How zien. Healthy they are, hoe gezond ze zijn. Is, based on the food they eat. Is gebaseerd op het voedsel dat ze hebben Though gegeten. They are still babies. Ook al zijn ze nog so, steeds baby's. You will meet another baby. Dus je ontmoet nu een andere baby. And the baby is acting different. En die baby die gedraagt zich anders. Talking different. En die praat anders. You say, what is going on? En dan zeg je, hey, wat is er aan de hand? It's because the person that fed the other baby. Dat is omdat de persoon die de andere baby voedde. Was a baby too. Zelf een baby was. So the person that is teaching a baby. Dus de persoon die baby onderwijst. Must be alive. Moet dus levend zijn. When Jesus met the woman at the well, toen Jezus die vrouw bij de put ontmoette, he gave the lady living water. Gaf hij die dame levend water. Say living water. Zeg levend water. She was full with it. Ze was er vol van. In such a way that she went out spreading it. Zo, op zo'n danige manier dat ze erop uitging en ze verspreidde het. But that lady was a babe. Maar die dame was een baby. Are you getting this? Begrijpt u dit? So the kind of food. Dus het soort voedsel. That you give to the babe, though they call it milk, but we also have contaminated milk. Wat je melk noemt, maar we hebben ook besmette melk. Dat voedsel dus dat je aan die baby geeft. So watch this. Dus let op. The Bible describes the kind of milk. De Bijbel beschrijft het soort melk. It said one, the baby must desire it. En het zegt één, de baby moet er naar verlangen. And whenever you see milk, en wanneer je melk ziet, you think about a mother, dan denk je aan een moeder and a child. En een kind. A mother een moeder is, mature. Is volwassen. So it's not for everybody. Dus het is niet voor iedereen bedoeld. Feeding a child. Een kind voeden.
But you see, maar ziet u, the child must desire the breast milk. Dat kind moet wel verlangen naar die borstmelk. You can't force it. Je kan dat niet afdwingen. The child must want it. Dat kind moet het zelf willen. The child must crave for it. En dat kind moet er naar verlangen. So the Bible says, dus de Bijbel zegt, as newborn babies, als pasgeboren baby's. What did he say? Wat zegt het? Desire, say desire. Verlang. Say desire. Zeg verlang. Say desire. Zeg verlang. Say desire. Verlang. It means yearn for it. Dat betekent dat je ernaar moet smachten. I desire to be with you. Ik verlang ernaar. I really want to be where you are. Ik wil echt zijn waar je bent. Are you getting this? Begrijpt u dit? Then it went further to say sincere. En dan gaat het verder om te zeggen zuivere. Adolos. That's the Greek melk. Word. Zuivere. It means undeceitful. Dat betekent on. Don't give them something niet that misleidend. Would deceive them. Something pure. Niet misleidend, iets zuiver, iets wat ze niet misleiden zal. Because sometimes we think. Want soms denken we. The best way to keep a baby, de beste manier om een baby te is onderhouden. Not to tell them the truth. Is om ze juist niet de waarheid te vertellen. But you are destroying the child. Maar daarmee vernietig je het kind. You already destroying the child. Je vernietigt daarmee al het kind. But there is a way to communicate the truth to babies. Maar er is wel een manier hoe je de waarheid moet overcommuniceren aan baby's. Are you getting what I'm saying? Begrijpt u wat ik zeg hier? So most of the time you are in a place where they just tell you only sense knowledge things. Dus vaak ben je dan op een plaats waar ze alleen maar zintuigelijke kennis vertellen. So you are deceived. En dan word je dus misleid. Then when you go to another church. En als je dan naar een andere kerk gaat. You go there. Je gaat daar dan naartoe. You begin to see. En dan begin je te zien. What is going on? Wat er gaande is. Say, no, I've been to church, but I've never seen this before. En hij zegt, ja, ik ben wel eens naar de kerk geweest, vaak naar de kerk geweest, maar dit heb ik nog nooit eerder gezien. Laying of hands. Handoplegging. And the people get healed. En de mensen worden genezen. You see, this is awesome. En hij zegt, oh, dit is geweldig. But it's for babies. Maar dit is voor baby's. It's for babies. Is voor baby's. Jesus said something in the book of Mark. Jezus zei iets in het boek van Marcus. And this sign shall follow them that. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Then he said, in my name. En dan zegt in mijn naam. They shall cast out demons. Zullen ze demonen he uitdrijven. Did not say they have to be mature to do that. En hij zegt niet dat ze daar per se volwassenen voor moeten zijn om dat te kunnen doen. It's for babies. Het is voor baby's. So you must start to train the child. Dus u moet beginnen dat kind te trainen. As a child. Als een kind. It's not every little thing you want to lay hands on the child. En het is niet bij elke klein ding dat je handen wil moeten leggen op then het kind. Then pray for yourself. Zeg ze ook gewoon bid voor jezelf. When you go to school, your friend is not doing well. Lay hands on your friend. En als je op school bent en een van je vrienden gaat niet goed mee, leg je handen op die vriend. That is for babies. Want dat is bedoeld voor baby's. Not every little thing. Pastor is passing there. Can you pray for me? I have headache. Can you? That's for babies. Just go to your friend. Bij niet elk klein dingetje hoeft de pastor voor de baby voor iemand te gaan bidden als hij hoofdpijn heeft. Nee, ga naar je vriend toe. Let him lay hands on you. Laat hem handen op je leggen. Oh, you lay hands on yourself. Of leg jezelf de handen op. It's for babies. Het is voor baby's. Then there's something about this text. En dan is er ook iets met deze tekst. That we have to look at it. Waar we naar moeten kijken. Desire the sincere milk of the word. Now, what is the meaning of the word in that place? En wat is de betekenis van het woord daar? Well, we are going there. But the word in Greek is logikos. Say logikos. En het woord daar in het Grieks is logikos. Say logikos. Zeg logikos. That means. Dat betekent. You teach them. Dat je ze onderwijst. According to reasoning. Volgens hun redenering. Logisch.
When a child goes to school, wanneer het kinderschool gaat, primary school, naar de lagere school. One of the things that the teacher learned to do, een van dingen die is to give them pictures, is om ze beelden te geven, plaatjes. What is that? What is that? It's ministering to their reasoning. Dat bedient, dat spreekt tot hun verbeelding, tot hun redenering. Why? Because. Waarom? This group of people. Omdat deze groep mensen. That's why you yourself must be spiritually alive. En daarom moet u geestelijk heel levend zijn. To know how to minister to them. Om te weten hoe tot ze te spreken. Or else you will get agitated. Anders ga je geïrriteerd raken. The reason why you are always angry with them. De reden waarom je altijd maar boos op ze bent. Because you are trying to teach them something. Is omdat je ze iets probeert te leren. Which they are not there yet. Waar ze helemaal nog niet zijn. Are you getting this? Begrijp je so, dit? When you are talking to them or you are dus teaching them. Wanneer je met ze praat en je onderwijst ze. Try to use pictures. Probeer dan plaatjes erbij te gebruiken. And things that will make sense. En dingen die logisch voor ze zijn. So you take a natural thing. Dus dan neem je iets natuurlijks. You communicate a spiritual truth. En dan communiceer je geestelijke waarheid. So even the pictures. Dus zelfs die plaatjes. Even the way you are teaching them. Zelfs de manier hoe je ze onderwijst. Is a spiritual truth. Is een geestelijke waarheid. But you take a natural phenomenon. Maar je neemt daar een natuurlijk fenomeen voor. So Paul said, I cannot talk to you as spiritual. Dus Paulus had het over dat hij niet tot ze kan spreken tot geestelijk. Maar tot baby's. And I fed you with milk. En ik heb u met melk gevoed. And not with. En niet met vast voedsel. And not with what? En niet met vast voedsel. Why? Waarom? Meat. Omdat vast voedsel. You can only get meat. Je kan alleen maar vast voedsel krijgen. From something that is dead. Van iets wat dood is. Mm-hmm. Wow. Meat. Vast voedsel. Cow meat. Koeienvlees, that you eat, wat je eet, came from a cow that is dead. Is van een koe gekomen die dood is. So for you to get meat, dus voor u om vlees te krijgen, you need the cross. Heb je het kruis so nodig. Dus je leraar to the cross moet to give you meat. Allereerst naar het kruis gegaan zijn voordat hij u vlees kan geven. Your teacher must be dead of himself. Uw leraar moet dood zijn van zichzelf. For him to give you meat. Zodat hij u vast voedsel kan so geven. So throughout when Jesus was with his disciples. Dus de hele tijd toen Jezus met zijn discipelen was. They were still in the milk phase. Zaten ze nog in die melkfase. They did not even understand what he was talking about. Ze begrepen niet eens waar hij het over had. Until when he died, totdat hij stierf, the Holy Ghost came, en de Heilige Geest kwam, then they gained understanding. En toen verkregen ze inzicht. When they went out and they lay hands on the sick, they saw the result. They came, they were too excited. Even the demons, Jesus said, this is a normal thing because, look at Mark, he told us, he that believeth. En toen ze erop uitgingen, these signs shall follow them that believe. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. So the things you are rejoicing about is for babes. Dus de dingen waar u zo blij van wordt, zijn gewoon, is gewoon voor baby's. Then there was a time that they were arguing among themselves, who is the greatest? En er was een tijd dat ze onder zichzelf discussiëren en zeiden van, ja, wie van ons is de grootste? For babes. En dat is voor baby's there bedoeld. There was a time he wanted to go to the cross. Er was een tijd dat hij naar het kruis wilde gaan. To die. Om te sterven. Peter got angry. En Petrus werd ineens boos. That is my en dan zou je zeggen, oh, dat is een babe. Maar dat was een baby. Baby always loves to use you. Een baby wil u altijd maar gebruiken. What are you like? You can get angry with me, that's a fact. Wel boos op worden, maar een feit. They need you. Ze hebben je nodig. So when Jesus was about to go, Peter said, dus toen Jezus op God forbid. Peter zei nee. God verbiedt het. But he did not know. Maar hij wist niet. Until the cross, dat totdat het kruis. Jesus had to die on that cross, dat Jezus moest sterven aan het kruis. Zodat Petrus. Can start eating real meat. Nu pas vast voedsel kon krijgen. Are you still here? Bent u nog hier? So, babies, you give them milk. Dus baby's geef je melk. You talk to them. In parables. Je praat met ze in gelijkenissen. So that they will have some understanding. Zodat ze inzicht kunnen krijgen. But the milk has to be pure. Maar die melk moet wel zuiver Don't zijn. Compromise it. En maak er geen compromis mee. Don't go, you want to tell your child. Ga
Ga niet tegen je kind of je wil je kind zeggen. This thing is not right. Dit is niet juist. You beat around the bush. En dan ga je er een beetje omheen zitten te draaien. No. Nee. No. Nee. Explain why. Leg uit waarom. And tell the child it's not good. En vertel dat kind, het is niet goed. Period. Punt uit. Stop trying to talk nice. Houd ermee op om altijd maar aardig tegen ze te proberen te praten. But learn to minister to them in the area of reasoning. That word logikos also means logic. Say logic. En leer om te onderwijzen op tot hun logica. So if you think you find yourself in that category, don't get angry. Just say I'm growing. En als je jezelf in die categorie bevindt, zeg gewoon, ik ben groeiende. And you don't need to feel ashamed. En je hoeft je niet te schamen ook. Dank because the baby that was die born baby was die ashamed. Geboord werd, die schaamt the zich ook niet. Needed milk. Die baby heeft gewoon melk nodig. Are you getting this? Begrijpt u dit? Now, the Pharisees en de Farizeeën and the scribes en de schriftgeleerden that were teaching the Bible. Die de Bijbel onderwezen. How many of you remember that God angry with Jesus when Jesus said? Hoeveel van u weten nog dat ze boos werden? I will give you my flesh to eat. Op Jezus zegt, ik ga je vlees eten, te eten geven. Laten we de tekst bekijken. John 6. Johannes 6. Verse 51. Vers 51. And it's true. En het is give waar. Give a baby meat. The baby will scream. Geef een baby vlees of vast voedsel en die baby gaat huilen. The baby can already eat it. Want die baby kan het niet eens eten. The baby will be thinking it's punishment. Die baby zal denken dat het straf is. I am the living bread, which come down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Continue. So, he was talking about something that still need to come. He was talking about, I'll give you meat. Dus hij sprak over iets wat nog moest komen. Hij zei, ik zal u vlees geven. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? They were too carnal. Ze waren te vleeselijk. They were not even babies. They were not even born again. Nee, ze waren niet eens wederom geboren. And it's the same when you take meat, you're trying to give to a babe. Vlees soms aan een baby wil it's geven. It's like punishment. Is het als straf? So when you are look at the thing there. So you dus have to deal daar. With them according to logic. Dus look je at moet how the lady did. Tot hun logica spreken. The lady want to get kijk, the baby. And the thing they are right. You put food trekken. In front of them, they scatter the thing. En dan is het eten voor ze maken er pijn op van en smijten ze op de grond. And they really think they are right. En ze denken echt dat ze het gewoon bij het juiste einde hebben. They get angry today. Ze worden boos de ene they dag. Zin in vandaag. En ze hebben de ene dag geen zin in. Geen zin in? You don't feel like it. You are dealing with a baby. Je hebt te maken met een baby. See what happened to Jesus. Zie wat er gebeurde met Jezus. In John 4, are you here? Are Johannes you 4, leer iets. John 4, verse 32. Johannes 4, vers 32. You must always explain yourself. Je explain moet jezelf altijd uitleggen. Okay, how can I communicate what I want to communicate? Hoe kan ik eigenlijk overbrengen wat ik wil overbrengen? So now you believe, you trust the Holy Ghost. Dus nu geloof je nu dat je de Heilige Geest vertrouwt. How to bring the thing to make sense. Hoe je het overbrengt zodat het logisch is. But you don't need that with spiritual people. Maar dat heb je niet bij geestelijke mensen nodig. Jump means jump. Springen betekent gewoon springen. Sit means sit. Zitten betekent gewoon zitten. Stop the nonsense means stop hou the op nonsense. Met die onzin betekent dus hou op met die onzin. You don't need to explain. Je hoeft daar geen uitleg dan meer voor te geven. Because the Holy Ghost want de Heilige Geest will explain for that. Zal but verder uitleg geven. Stop the nonsense, the baby just frown and face. Maar je kan tegen die baby zeggen, hou op met die onzin. For next week. En dan gaat die zagrijder zitten kijken en zeggen, about the rebuke. Ik wil niet naar de volgende dienst, want dan zit hij te mediteren op die bestraffing. Say babies. Zeggen babies. So now let's see something. Dus laten we iets kijken. But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of.
That was Jesus. En dat was Jezus. So they don't know about that meat. Dus ze kenden dat soort vlees niet. So they were still babes. Dus waren ze nog steeds baby's. Then he told them the kind of meat. En toen vertelde hij ze over het soort vlees. Look at it. Therefore said the disciples one to another, had any man brought him aught to eat? Then he told them, those are babies. They tried to reason the thing. En het zijn baby's. Ze proberen het maar te beredeneren. They try to do what? Ze proberen het te beredeneren. So, you must always minister to them based on reasoning. Dus je moet altijd met ze spreken gebaseerd op hun redeneringen. It must make sense. Het moet altijd logisch voor ze zijn. So if you are a teacher of babes, dus als jij een leermeester bent van baby's, you yourself must be alive. Dan moet je zelf ook levend zijn. Because some babies, want sommige baby's, hè, having sucked the breast of their mother, is wanneer like ze zelfs zuigen out aan die borst, willen ze die hele borst eraf trekken. Those babies are hungry. Die baby's hebben honger. And Jesus said, my meat zei, is to do the will of him. Watch this. En let op. People that are living in meat, mensen die leven too much about tiredness op vast voedsel, die zullen niet te veel over hun moeheid spreken. The assignment stands before them every day. Want elke dag kijken ze naar de opdracht die er voor because hun ligt. If you notice, Jesus was tired. Want als je ziet, Jezus was moe. And sat at the well. En die zat bij de put. By the time the disciples came, en tegen die tijd de discipelen kwamen, he saw somebody in need. Had hij iemand gezien die een nood had. All of a sudden, en plotseling he started to eat his meat. Begon hij zijn voedsel te and eten. Went back to his assignment. Hij ging terug naar zijn opdracht. The hunger disappeared. En die honger verdween. Because that baby need to be fed. Omdat die baby gevoed moest that worden. Is what happened with true mothers. Dat is wat er gebeurt met ware moeders. They can be hungry. Ze kunnen honger hebben. But the child is crying. Maar het kind huilt. They forget about themselves. En ze vergeten zichzelf dan. They begin to think about en ze the child. Beginnen dan te denken aan hun because kind. Their assignment omdat hun opdracht is, to feed the child. Is om dat kind te voeden. Jesus had a purpose. Jezus had een doel. And when you notice, en als je dus opmerkt, it's the character of selflessness. Is het het karakter van onbaatzuchtigheid. But babies always think about themselves. En maar baby's denken altijd maar aan hunzelf. What is nice for them? Wat this leuk is, what is voor I hun. This ja, maar dit moet ik doen. Do. Dat did moet you ik think doen. About the other? Maar heb je wel aan iemand anders gedacht? Yeah. And you will not stay a baby your whole life. En je kan niet je hele leven lang een baby blijven. Because a time comes. Want er komt een tijd aan. That God himself will tell your pastor. Dat God zelf tegen je voorganger zegt. Or your teacher. Of tegen je leermeester. This time when the baby cries. Dit keer als die baby huilt. Do nothing. Niets doen. Because the baby need to grow. Omdat die baby gewoon dan moet groeien. Are you learning something? Leert u iets? So you minister to them in their logic. Dus je spreekt dan, je bedient dan tot hun logica. But you must be spiritual. Maar u moet geestelijk zijn. To minister to them that om op die manier ze te kunnen bedienen. Paul was not carnal. Paulus was niet vleeselijk. But he was spiritual. Maar hij was geestelijk. To talk to them that way. Om ze op die manier met ze te kunnen praten. And at the same time telling them, en tegelijkertijd dat hij ze vertelde. This is not the way I ought to communicate to you. Dit is eigenlijk niet de manier hoe ik tot u hoor te communiceren. So, we find the word sincere milk of the word. Say the word. Zuivere melk van het woord. Say the word. Zeg het woord. Say the word. Zeg het woord. Say the word. Zeg het woord. Say logic. Zeg logica. Say logic. Zeg logica. It's the same statement that Paul used in Romans chapter 12. En dezelfde uitspraak die Paulus gebruikte in Romeinen hoofdstuk 12. Vers 1. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present yourself, your bodies, a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your intentional service. So, reasoning. Dus redeneren betekent. You put all your senses together to do that. Dat je al je zintuigen dus tezamen zet om dat te kunnen doen. You do it bewust. En dat doe je dus intentionally. Conscious.
And that is how you minister to babies. En dat is hoe je bedient tot baby's. So well, en dan zeg je nou, this person reasons. Deze persoon redeneert. Holy Spirit, help me. Heilige Geest, help mij. So you take a natural thing. Dus dan pak je een natuurlijk voorbeeld to communicate to them. Om tot ze te the communiceren. Same spiritual truth. Diezelfde geestelijke waarheid. I'm not feeling good. Ik voel me niet goed. So if I'm not feeling good, dus als ik me niet goed voel, I should not go preach. Dan hoef ik niet what te prediken. Has that got to do with preaching? Maar wat heeft dat te maken met prediken? That is reasoning. Want dat is je redenering. So, you go to the level of the baby. Dus dan ga je naar het niveau van de baby toe. You take natural things. En dan pak je natuurlijke dingen. And talk to them. En praat met ze. Then they'll say, oh. En zeggen ze, oh. Okay. Okay. It makes sense. Oh, dat is nu wel logisch. That doesn't mean they are wrong. Dat betekent niet dat zij verkeerd zijn. That is the food they need. Maar dat is dan het voedsel wat ze nodig hebben. You get angry because you want them to come to your level. Je wordt boos op ze omdat je wil dat ze naar uw niveau komen. Overnight. In één nacht ijs. Over één nacht ijs. But you fail to understand. Maar u begrijpt niet. Now if you are a baby too, you don't need to be excited. En als u baby bent, hoeft u niet zo blij te blijven om daar op dat punt te zijn of because te blijven. Want you are not really functioning the way God wants you to function. U functioneert dan namelijk niet zoals God eigenlijk wil dat u functioneert. You are a superhuman being. Je bent een supermens. But you are operating like a human being. Maar je opereert dan als een gewoon mens. So everything about you must be natural. Dus alles aan u moet dan per se natuurlijk zijn. Why must I drink water? Waarom moet ik water drinken? Why this? Why that? Waarom why that? Dit? Waarom dat? And you see, en ziet u? You can never exercise authority to some level. En u kunt nooit gezag uitvoeren op een bepaald niveau. As long as you are still a baby. Zolang u nog steeds een baby bent. Though authority has been given. Ook al is u autoriteit gegeven. As a baby. Als baby zijnde. You see yourself. Zie jezelf. Like how ordinary people see you. Net als hoe gewone mensen u ook zien. You carry yourself. Je gaat om met jezelf. In a strange way. Op een hele vreemde manier. You are always operating by feelings. Je opereert altijd door je gevoelens. I feel good. Ik voel me goed. It's a nice Sunday. Oh, het is een leuke zondag. I don't feel good. Ik voel me niet goed. You think that? Ik denk, ik blijf thuis. I think I will stay home. I've been working so hard last night. En ik heb zo hard gewerkt gisteren nacht. And I stopped working around 3. En ik ben rond 3 uur 's nachts gestopt met I werken. I just need my rest. Nou, ik heb nu wel mijn rust nodig, hoor. Do you get it? Begrijpt u dit? So as you begin to grow. Dus terwijl u begint te groeien. Your authority to in Christ, which is based on knowledge. Zal uw autoriteit ook in Christus wat gebaseerd is op kennis. Will increase. Zal dan ook vermeerderen. But watch this. Maar let op. God has given you authority. God heeft u autoriteit gegeven. He gave it to everybody. Hij heeft het aan iedereen gegeven. But your authority increases. Maar uw autoriteit neemt toe. Based on your knowledge. Gebaseerd op uw kennis. The way you talk also is different. En de manier hoe u dan praat is ook anders. The way you see yourself is different. En de manier hoe je jezelf dan ziet is ook anders. Your focus is different. Je focus is dan anders. That is how you begin to notice that you are growing. En dat is hoe je begint te bemerken dat je dus groeit. You are no more lying or playing games. Je liegt dus niet meer. En je speelt dan ook geen spelletjes meer. They tell you something. Ze zeggen je iets. The first thing that you said. En het eerste wat je dan no, zegt. It's not true. Nee hoor, is niet then waar. Later you said, en dan laatst zeg je weer. Yes, but. Ja, maar. But I did but this part. Ja, maar ik heb wel dit gedaan. En it's a sign that you were lying. Is een teken dus dat je loog. Are you getting it? Begrijpt u dit? And those are babies. En dat zijn baby's. But you must come out from your diapers. Maar u moet uit die luiers van u komen. You cannot keep staying in your diapers. Je kan niet in je luiers blijven.
You have to come out from it. Je moet uit je luiers komen. Tell somebody, come out from it. Zeg tegen iemand, kom uit je luiers. Say, come out from it. Kom uit je luier. Say, choose to grow. Kies ervoor om te groeien. Say, be intentional. Wees je bewust. About your growth. Van je groei. Say, be intentional. Wees bewust. About your growth. Van je groei. How do you become intentional? Hoe word je bewust? You just start to hate certain things around you. Je begint gewoon bepaalde dingen om je heen te haten. He said, no, I don't want this anymore. Nee, dit wil ik gewoon niet meer. Why must they always call me to come to church? Waarom moet je me altijd bellen om naar de kerk te komen? Why must somebody always call me to encourage me? Waarom moet iemand me altijd maar bellen om me te bemoedigen? Why is it always me? Waarom draait het altijd om mij? When is it gonna be about somebody else? Wanneer gaat het een keer om iemand anders draaien? Are you getting this? Begrijpt u dit? And babies are dealing with identity crisis. En baby's die hebben te maken met een identiteitscrisis. Because they don't know who they are. Omdat ze gewoon niet weten wie ze zijn. It's like you are trying to convince the children of the king. Het is net alsof je de kinderen van de koning probeert te overtuigen. That they belong to the king. Dat ze aan de koning toe behoren. That is how babies are. Maar dat is precies hoe baby's zijn. You have to convince them God is real and God still loves them echt is and God has forgiven God them. Van ze houdt. And God is not angry with them. En dat God ze vergeven en dat God helemaal niet boos op ze is. Do you get this? Begrijpt u dit? So actually they are royal people. Dus eigenlijk zijn het koninklijke mensen. But they live like slaves. Maar ze leven als slaven. Because if I am spiritual, want als ik geestelijk ben, my focus is heavenly. Is mijn focus dus hemels. Hallelujah. If my focus is heavenly, als mijn focus dan hemels is, then I am in the position where I rule. Ben ik dus in de positie dat ik heers. My meditation is different. En dan is mijn manier van denken dus anders. The way I think is different. Dan is mijn meditatie anders. The way I act is different. En de manier hoe ik dan doe is anders. But you must grow. Maar je moet groeien. And come to a place. En op een punt komen. Where you start to desire to be used of God. Waar je begint te verlangen om gebruikt te worden door God. You come to a place where you start learning to exercise your own faith. Je komt dan op een plaats waar je leert om je eigen geloof uit te oefenen. But you are a baby. Maar je bent een baby. You still need help. En dan heb je nog hulp so nodig. Don't run away from help. Dus ren dan ook niet weg van Every die hulp. Mature people. Want zelfs volwassen mensen. Sometimes they come together to strengthen. Soms komen another. Ze juist samen om elkaar te bekrachtigen. So now don't try to go fix yourself dus when probeer you are a baby. Jezelf dus niet te gaan fixen als je een baby bent. Because you will surely collapse. Want dan ga je zeker instorten. So always run to your counselors. Ren altijd naar je counselor toe. Trouble them. En val ze lastig. And when they say. En ze zeggen, when they say, why are you acting like this? Wanneer ze zeggen, waarom doe je zo? Say, have mercy, I'm growing. Zeg dan, oh, heb geduld, ik ben aan het groeien. Say, have mercy. Wees maar barmhartig. Sometimes you are talking to them, you know they are lying. Yeah. En soms praat je met ze, je weet gewoon dat ze liegen. You just still hug them. En nog steeds knuffel je ze dan. You say, God bless you. En zeg, God zegen je. And they think you don't know. En ze denken dat je het niet weet, hè? You say God bless you. En zeg God zegen u. You say one day when you grow. Want op een dag als je gegroeid bent. You will go ask for forgiveness. Dan ga je vanzelf om vergiffenis vragen vanwege die leugens van je.
And how do you know? En hoe weet je dat? You come to a place where your methods doesn't work. Omdat je dan op het punt bent gekomen dat je methodes niet meer werken. So God said you have been too much on that. Je bent te veel geweest op that breast milk. Aan die borstmelk. Then your mother is saying. En dan zegt je moeder nu. I'm tired. Ik ben er moe van. Now you have to grow. Nu moet je groeien. You know, in Africa, people used to breastfeed children to 4 years, 5 years. En in Afrika geven ze borstvoeding tot 4, 5 jaar oud. That is. That's very strange. Dat is heel vreemd. But they do that. Maar dat doen ze wel. They call it a big baby. Ze noemen het een grote baby. So now watch. You must desire to grow. Let op, je moet er naar verlangen om te groeien. That somebody desire to grow. Zeg tegen iemand, verlang ernaar om Today te groeien. I'm not talking about fathers. I'm not talking about. En vandaag heb ik niet over vaders. Mothers. I'm just talking about you seeing yourself. Maar ik heb het over dat je jezelf ziet. If you know you are just born again. En als je weet dat je net wedergeboren bent. This is the place where you are. Dan is dit dus de plaats waar jij jezelf you bevindt. You don't know better than your counselor. En je weet het dus niet beter dan je counselor. You have to submit yourself to them. Je moet jezelf aan hun onderwerpen. If you're a child, als je een kind bent, you always need your mother. Heb je altijd je moeder nodig. Finish. Punt uit. The reason why you are thinking, no, that is not me, and that you are reasoning a lot. You keep reasoning things. You keep reasoning things, and that is what is keeping you, is causing you not to grow. Let me tell you something. En steeds dat je denkt dat je zo niet bent, dat this is omdat je blijft redeneren. Supernatural. En dit ding waar we het over hebben, over het bovennatuurlijke, it started since. Is al sindsdien begonnen. Since. Al sindsdien. And everything now, en zelfs tot nu toe, I'm never satisfied. Ben ik ook nooit tevreden. I'm never content. In short, every day when I get up. Kortom, iedere dag wanneer ik opsta, I always desire more. Verlang ik altijd naar meer. So don't stay in a place. Then I'm telling somebody, go to Chefinity. Let Chefinity pray for you. Chefinity say, Papa. Laat het niet zo zijn dat just got born again. Papa zegt van ja, ga voor die persoon binnen. Ik zeg, ja, papa, ik ben net wedergeboren. Het eerste wat ik dan moet vragen is, wie onderwijst je? Who is teaching you? Wie onderwijst je? What did they tell you first? Wat hebben ze je eerst verteld? So you must train babies. Dus baby's moet je trainen. And if they have a great teacher, en als ze een geweldige leraar hebben, grow like this. Kunnen ze heel snel groeien. Yes. I'm telling you, they can even bypass people ze that kunnen has, zelfs anderen voorbij gaan. That have been in church for many years. Die al vele jaren in de kerk zijn. They can bypass them. Ze kunnen ze voorbij gaan. A thin line. Een heel dun lijntje. They can bypass them. Ze kunnen ze voorbij gaan. I believe when I start to lead prayer, I didn't know everything about prayer. Toen ik gebed begon te leiden, wist ik ook niet Because alles aan gebed. The truth is, want de waarheid the first is, day that they put me on the pulpit, de eerste dag dat ze me op het kansel hadden gezet, I coughed a lot of blood. Had ik heel veel bloed opgehoest. I really sense arrows, boom. En ik ervoor echt gewoon pijlen, boom. And the worst part is, nobody told me anything. En het ergste ervan was dat niemand het me had gezegd. So, I went home. Dus ik ging naar huis. The Lord put me on a long fast. En de Heer had me op een lange vast gezet. Those days when we say we fast. In die dagen als we zeggen we vasten. We don't put even water. Dan dronken we zelfs geen water. A long fast. Een hele lange vast. Then he began to teach me. En toen begon hij me te leren. A lot of things. Heel veel dingen. I'm not boasting. Ik beroem me niet op. Sorry, I'm just saying this for. Sorry, ik zeg some dit gewoon. Must read sommige mensen moeten some alles people, lezen. God can come and teach them things. Maar soms kan God mensen ook gewoon dingen zo onderwijzen. He came and taught me about righteousness. En hij heeft me geleerd over rechtvaardigheid. Taught me things. Hij heeft me dingen geleerd. In sometime in my sleep. Soms in mijn slaap. Many things he just taught me. Vele dingen heeft hij me gewoon geleerd. He taught me the difference between anointing and character. Hij heeft me het verschil geleerd tussen het salving en karakter. Don't go submit under somebody because you see anointing. Ga niet zomaar onderwerpen aan iemand omdat je de salving op die persoons leven ziet. It can come on you. Het kan op jou komen. But you see, maar ziet u?
Somebody with character. Iemand met karakter. Is the person that can raise you. Is de persoon die u kan opvoeden. And when you have character and anointing. En wanneer je karakter en salving hebt. You go further. En je gaat verder. Than the person that. Dan ga je verder dan de persoon die alleen maar salving heeft. They was just teaching me things. Maar hij leerde me gewoon dingen. Taught me what anointing is. Hij leerde me wat salving is. The way God can use one person is not the same way we use the other. De manier hoe God één persoon kan gebruiken is niet dezelfde manier hoe hij de andere zal gebruiken. He made me to know that everybody in church is important. Hij heeft me laten weten dat iedereen in kerk belangrijk is. I knew that since. En dat wist ik al sindsdien. So when somebody see a gift, they say, "Wow." Dus wanneer iemand gaat, dan zegt ze, wauw, ja, dat is goed. Everybody is important. Maar iedereen is belangrijk. When I talk about importance, I know that there's somebody now watching and me say, no, it is not so. I know what I'm talking about. En ik weet wanneer ik het heb over in belangrijk. In other words, God loves everybody. Kortom, God houdt van iedereen. But there are some people that he put them in preference because of the assignment in which they are fulfilling. Maar er zijn bepaalde. For example, if somebody is reaching 1 million souls bijvoorbeeld at the same iemand time, and you are reaching 100 souls. Now, God can. It's not like God is treating you less. It's like military force, right? Military force, we have generals, we have field marshals, we have captains, we have lieutenants, and then we have major and all these people. All these people, they are leaders based on what? Their rank. Say their rank. But their general is more important than all of them. Because if the general is taken hostage, field marshal, the captain is useless. The lieutenant is useless. The whole nation can surrender because they need their general. You understand? So we call that in terms of importance. Even angels, we have archangel. En er zijn bepaalde belangrijke mensen inderdaad in het koninkrijk, want die hebben gewoon een hogere mate van verantwoordelijkheid, van taken, omdat ze meerdere dingen moeten doen, waar ze een hogere verantwoordelijkheid hebben. En daar hebben dus verschillende ranken in. Zelfs onder de engelen zijn er ook gewoon ranken. So, we respect them. Dus die moeten we respecteren. The message is simple. En de boodschap is simpel. Desire to grow. Verlang ernaar om te groeien. Tell somebody desire to grow. Zeg tegen iemand verlangen naar om te groeien. Say desire to grow. Verlangen naar om te groeien. Say desire to grow. Verlang te groeien. Come to a place. Kom op een plaats. Where you understand spiritual things. Waar je geestelijke dingen begrijpt. I've been pleading with the Father. Ik heb gepleit bij de Vader. My biggest prayer to God every day. Help me to be a simple teacher. En mijn grootste gebed naar God elke dag is dat hij me helpt om een simpele leraar so te zijn. The person that is common. Zodat de persoon that die comes to church, gewoon is, die naar de kerk komt, can understand het ook kan begrijpen. The mature can also en dat de volwassene het kan begrijpen. Because in these last days, want in deze laatste dagen God is looking for the spiritual. Is God op zoek naar het geestelijke. That is what God is looking for. Dat is waar God naar op zoek is. It's not babes, the spiritual. En het zijn niet de baby's, maar de geestelijke. The spiritual are the ones that can give birth to babies. Want, and then help them grow. En de geestelijke die kunnen helpen geboorte te geven aan baby's en ook helpen ze dan te groeien. So it's a process. Dus dat is een proces. You must choose to die. En je moet er dus voor te kiezen om te sterven of yourself. Van jezelf. Become selfless. En dat je onbaatzuchtig wordt. If you're a baby, als je een baby bent, start learning to exercise. Begin dan te leren te beoefenen. Laying hands on the sick. In het leggen van even de handen op de zieken. Hear from God. Ook al ze, heb you je don't need to hear from niks God. Gehoord van God, go je hoeft niet te horen. Leg de zieke de handen op. But if you're a baby, you're a lamb. Maar als je een stop baby bent, je lam. To tell me all the things you heard from God. En hou er mee op om al te vertellen wat je allemaal niet hebt gehoord van God. Ja, always. Trying to tell me what they heard from God. Ze proberen je altijd te vertellen wat ze well, hebben gehoord God van God. To you. Ja, God kan tot u spreken. But you are a lamb. Maar je bent nog een lam. You are in need of milk. En je hebt nu nog melk nodig. You need the word. Je hebt het woord nodig. You need to be taught. Je moet onderwezen worden. So sometimes they give you a little bit of meat. Dus soms krijg je een beetje vast voedsel. You have even frown your face. En dan ga je zagrijnig zitten kijken. Have you tried to give a baby meat? Heb je wel eens een baby vlees proberen te geven, vast actually, voedsel. The baby, eigenlijk die baby dan, really feel like, die voelt dan I'm not good enough. Alsof die niet goed genoeg is. I'm not doing anything right. Alsof now, die niets goed kan doen. To rebuke you to some level. En wanneer je voorganger je op een bepaald niveau begint te bestraffen. Hallo.
When you go home, wanneer je naar huis gaat, you have to go down on your knees. Dan moet je op je knieën. And thank the Lord. Op je blote knieën God ervoor danken. It's he sees is omdat hij ziet dat you are now growing. U nu groeiende bent. That is growth. Dat is juist groei. The way I can get agitated. De manier hoe ik geïrriteerd kan raken. With evangelist. Met evangelist. It's not the same way I get agitated with most of you in church. Is niet dezelfde manier hoe ik geïrriteerd kan raken met de meeste van u in de kerk. Because I don't expect him to do some things. Want ik verwacht van hem dat hij bepaalde dingen niet so meer doet. I will ask him, dus ik zal hem vragen what van, is wrong with you? Wat is er mis met jou? And it may sound so harsh. En dan mag het heel hard klinken. Because you don't expect. Omdat je niet verwacht. It's like you see a mature person. Het is alsof je een volwassen persoon ziet. To en je gaat naar het toilet. En in één keer begint hij te poepen. Maar niet eens veeg je bil goed af. Oh, you poop. Of je poept. The thing is vies. En het ding is gewoon you dirty. Didn't clean it. En je hebt het niet gewoon ask you what is wrong with you. Weggeveegd. En dan vraag je wat is er mis met the jou. Way I can get angry with you. De manier hoe ik boos kan worden. Get angry with SVN. Is niet dezelfde maat als hoe ik boos word op SVN. Because SVN I won't understand. Want SVN begrijp ik wel een beetje. But you. Maar u. So when pastor begin to get agitated, dus wanneer pastor geïrriteerd begint te worden. And they say, grow up. En zegt, word volwassen. And they say, stop this nonsense. En zegt, hou op met die onzin. Don't go home and rest for 2 weeks. Moet je niet, moet je niet thuis blijven om 2 weken lang uit te rusten? Hallo! Kom uit je luiers. It's love. Het is liefde. Papa Eastwood said. Papa Eastwood zei, if I really love you, als ik juist echt van je hou, I will correct you. Dan zal ik je corrigeren. And sometimes, en soms is, even like, is het zelfs als I'm fighting with you. Ik met je vecht. But that is his love. Maar dat is zijn liefde. And that is who God is. En dat is wie God is. You say, which scripture is he standing hij zegt, welke schriftgedeelte staat whom hij op? They don't love it, he wie chastises. De Heere lief heeft, die kastijdt hij. Even that baby, you don't want the baby to be in the same place. Want zelfs bij die baby wil je toch niet dat die baby op dezelfde plaats blijft? You don't. Nee, dat wil je niet. Yesterday I was teaching my daughter something. Gisteren leerde ik mijn dochter iets. And I didn't talk to her like I was trying to talk to her nice. En ik had niet met haar gesproken alsof ik een mooi praatje met haar wilde houden. I just looked at her. Ik keek haar gewoon aan. I came towards the door. En ik ging, I looked at de her deur. So stern in her face. En ik keek haar heel heftig aan in haar gezicht. I said, there are many things ik I zeg, teach you. Er zijn heel veel dingen die ik je leer. Which most people in church don't even know. Waarvan de veel mensen in de kerk but niet eens weten. Something. Maar laat me iets zeggen. When you are dirty, wanneer je vies bent. You attract demons. Dan trek je demonen aan. She start to cry. Ze begon te huilen. And she came to me. She said, en ze kwam do naar you me toe. I'm walking with demons? I said, bedoelt no, u dat ik wel met demonen? Ik zeg het je gewoon. When you are dirty, als je vies bent. You attract demons. Dan trek je daarmee demonen aan. And she wanna talk. I said, I'm done talking. En ze wilde nog praten. Toen zei ik, ik ben klaar met praten. For me, the conversation was finished. En voor mij was het gesprek toen klaar. And she got the point. En ze heeft de punt ontvangen. It was simple for me. Dus het was simpel voor mij. It was done for me. Het was klaar voor and mij. We were not talking. En we waren niet meer aan het praten. This time I didn't treat her. Want deze keer behandelde ik haar niet. To talk to her all net the als time. Hoe ik altijd tot haar sprak. I believe ik geloof I've spoken to her a lot. Dat ik al heel vaak met haar heb gesproken. So this time, dus deze keer I just point the one factor. Heb ik dat ene punt verwezen. I said, when you are en ik zei, way, als je zo bent, you attract something. Trek je iets mee aan. It will affect many things. En dat zal effect hebben op veel it will dingen. Affect your prayer het life. Zal effect hebben op it je gebedsleven. Het zal effect so hebben adjust. Op veel dingen om je heen. Dus begin je aan te passen. Period. Klaar. And walk away. Ik liep weg. She sat down. En ze ging zitten. She was thinking about ze dacht erover na. We were driving to church. En we reden naar de kerk. She was thinking about en ze dacht erover I na. I really see that the word was. She was thinking. En ik kon echt zien dat. What was she thinking? Ze aan het denken was. I don't want to be this way. Dat ze niet zo wilde zijn. I don't want to be this person. Dat ze niet zo'n because persoon wilde zijn. Because she wasn't even like that. Want zo was ze zelfs niet eens. But when you start becoming passive, maar wanneer je passief begint te worden, you will find yourself in things you are not supposed to. Dan ga je jezelf in dingen bevinden wat eigenlijk niet zo hoort. So, maybe I use her as an example. Dus misschien gebruik ik haar als voorbeeld. But that is how it goes. Maar dat is wel hoe het gaat. You must grow. Je moet groeien. Tell somebody grow. Zeg tegen iemand groei. Say grow. Zeg groei. Say grow. Zeg groei. Say be spiritual. Zeg wees geestelijk. Say be spiritual. Zeg wees geestelijk. Say be spiritual. Wees geestelijk. So why don't you put your hand on your head? Dus waarom legt u uw hand niet op uw just hoofd? Sit down. En zit. If I were you. Als ik u was. No, you don't need to if I were.
Now you see, since I start to teach, if you notice that you were that baby. En als u ziet dat u die baby bent, het eerste wat je eigenlijk dan had moeten doen, is dat je gewoon opstaat en rennen voor de pastor, leg handen op me zodat ik kan groeien. Maar nu is dat te laat. And secondly, en ten tweede, let me tell you, laat me eens zeggen, like that spiritually. Zo leef ik geestelijk. I can know when somebody, ik God kan weten is talking to me. Wanneer God op me spreekt. So I don't sit down. Dus ik ga niet blijven zitten dan. And all these people, they are pride. En al die mensen met hun trots. It's not helping you. Het helpt u helemaal if niet. You notice you still, you als je are ziet, in growing is dat je tussen groeien zit en bepaalt de reserves die je er nog op nahoudt. You say, you know what? En zeg je, weet even je wat, zelfs die reserve wil ik niet. Say, pastor, lay hands, lay hands on me, let me leg grow. Handen op me, laat me groeien. Ik wil ook geen reserves. Nee. And you see, sometimes je wil ook geen reserves. You meet people. Soms heb je mensen nodig. You meet people in life. Soms ontmoet je mensen in dit leven that really need change. Die echt verandering nodig hebben.